It's all I wanna do. Groen Chesto, welkom bij een nieuwe video hier. Mijn naam is Chesto. Vandaag spelen we een potje Kill Confirmed op de map. Nu ook daar zullen zien. Ik speel met mijn Manowar, wou ik zeggen. Met de Transgression Camo zo. Die ik er gisteren uit heb gehaald. Natuurlijk uit de Supply Drop opening. Dus mocht je die video nog niet gezien hebben, link staat in de beschrijving. Kijk hem eventjes natuurlijk. En we spelen vandaag eens een keer met een specialist. Die niet vaak gebruikt wordt. Door mij in ieder geval. Ik weet niet hoe het met jullie zit natuurlijk. Want ik weet niet hoe je, of met welke specialist allemaal spelen. Maar ik speel vandaag met de War Machine specialist natuurlijk. En nou, we spelen op de map Nuketown. Zoals je ziet ben ik op dit moment level 56. Ik ben nog niet echt doorgeleveld of zo. Sinds de nieuwe update en we gaan kak, jongens. Kom op, even concentreren, Chesto. Oh, ik stond vast. Gaan we eens eventjes concentreren. Nou, daar was dus mijn quadfiet gestolen. Let's go. Beetje een scheef 1, maar daar, I don't care. Kijken of deze War Machine een beetje te doen is. Ik ben weg hier. Dat weet ik wel. Oh, oh, oh. Oh, ze is... Ik dacht dat mijn teammate was, want ik zat op de map te kijken. Ik denk, wow. Die enemy zit er boven ons. Nee hoor. Het staat gewoon bij mij... onder. Teammate. Are you gonna help me or no? I got a hit marker. Now I'm talking English. Let's go. Wel gelijk 100 kills met die chick. Archery of... weet ik hoe dat chickie heet. Oh, get off your head glitch, mate. Oké, okay, ik heb niet van mijn War Machine. Oh! Oh, yo! En nu ontploft hij niet gelijk. What the fuck? Ik zal even te kijken, want het duurde een paar seconden voordat het ding ontploft. Net ging die one hit. Nou, het zal allemaal wel. Wauw. Hoe zat hij? Oh, in de bus. Oké, we gaan niet lekker. Ik word zo hard. Fuck. Nooit. Die aim, though. Ja, een beetje raar aim. Waar zitten die gasten, man? Ik stress hem echt fucking vaak van dat Six Sense ook, jongen. Teammate. Er ging iemand uit op de map. Wow, hey, fuck the shit. Nuketown is de Manowar echt irritant, ik zweer het je. Ik snap eigenlijk niet waarom ik heb gekozen op Nuketown. Oh mijn god. We spelen allemaal met lekker met een CUDA. En ik speel met een kut Manowar, for fuck's sake. Waar heb ik daar nou weer voor gekozen, jongens? Why did I do this? Ik ga met jou iets hier even. Wat heb je erop staan? Customized, er staan meer dan 3 attachments op. Die is ook al bijna out of ammo, dus pak even deze. Deze heeft nog 12 kogels. Oh my god, ga weg. Teammat heeft hem. Nee, teammat heeft hem niet. En dan ga ik dood. Tering. Godverdomme. Kom op, jongens. Wat een kutscore, zeg. Kijk, hier, dit bedoel ik dus met die kutsix sense. Dan denk je dat hij beneden zit. Dan zit hij boven. Maar dan wordt hij aangegeven, weet je. Dat is, wauw. Dat is irritant en hij heeft een Vesper. Teammates, we willen dit gaan winnen. Dat gaan we gewoon proberen. Om dat potje te winnen. Ik heb hier echt geluk. En hier ook. Oh, kijk, ik heb hem weer specialist. Die gaan we nu inkallen. Let's go. Waar zijn enemies?
Let's go. Hoppakee. Zit er nog één achter? Oké, nu heb ik je. In mijn rug. Oh, deze reload cancel kill, though. Holy shit. Wel heel veel geluk. Maar dat doet het niet toe. Oké, dat zijn teammates. Jongens, ik hoop wel dat jullie weten dat we nog 10 kills achter staan. Fuck. Oké, payback is een bitch, jongen. Kom maar hier. Ah! Jammer dit. Kom maar, jongens. Nog. Ik wil niet doodgaan door Mozo. Zit hier boven. Ah! Holy shit. Ik schrok me dood, jongen. Ah, dan ga ik door die lightning strike. For fuck's sake. Jongens, het is een van de kutste potjes die ik ooit heb neergezet. Wauw, man. Jezus. Ze zijn voor mij ook allemaal Nederlanders waar we tegen spelen, hé. Ja, sta jij wel lekker te campen daar? Nou, jongens toch. Dit sloeg echt helemaal nergens op. Serieus waar. Ik weet niet hoeveel kogels die gozer in zich kreeg. Maar dit is niet meer gezond. Maar ja. Ik heb misschien ook wel eens van dat soort kutgeluk. Ik kan mijn UAV nog even in. Ik denk niet meer dat we dit gaan winnen. Huppakee. Kijk, dat ding maakt dus direct impact kills. Als je met een enemy in aanraking komt. Shit. Maar het is niet een al te verkeerde specialist. Ik denk dat het een side powerfuler is, maar daar hebben we het nu niet over. We moeten natuurlijk wel even alle specialisten natuurlijk max halen voordat je die maximal ding had. Die hero. Dat hero pakje. Ik weet even niet hoe het anders moet heten. Voor mij is het gewoon hero. Ik ben gelukkig niet een fijne kill. Maar onze eindscore is 43-22. Net geen 2KD, jammer genoeg. Maar ja, mocht je wel genoten van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog. Natuurlijk houdt mij enorm en hoop jullie te zien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Dag.